We zijn hier vanmiddag in Haarlem, ten huize van Martin en José van der Weijer. En we zijn hier wel om een hele bijzondere reden, want vanmiddag is het fantastische boek afgeleverd, De Verrassende Nederlandse Hondenrassen. Drie personen die echt een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het boek. Jannie Offerijns en Diana Striegel, de twee auteurs van het boek. En Martin van der Weijer is ook geraadpleegd en heeft ook nog twee artikelen verzorgd. De Nederlandse Kinologie en ook de Raad van Beheer is heel trots. En we zijn natuurlijk ook trots op onze 9 Nederlandse hondenrassen. En die zijn ook heel uitvoerig en heel gedetailleerd omschreven. En Jannie, mag ik aan jou vragen, wat is de reden geweest dat jullie hier een doorkijkje hebben gegeven door 120 jaar Nederlandse Kinologie? Dat juist in dit boek, over ons aller passie de Nederlandse hondenrassen, dat in grote lijnen is verwoord. We hebben zoveel mogelijk erin opgenomen wat belangrijk is, of waarvan wij dachten dat het belangrijk was, om dat aan de mensen bekend te stellen. Van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van Beheer tot de actualiteit van nu wordt omschreven. We praten ook nog over de 3 verloren rassen. Diana, kan jij ons meenemen in toen jullie samen bezig waren met het script en met de voorbereiding, hoe dat jullie hier voor een maan hebben gegeven? Friese windhond, wat is daarmee gebeurd? Die hebben we niet meer. Nou ja, de Hollandse Kees. Er is geen Hollandse Kees, maar iedereen heeft er wel van gehoord. En dan heb je natuurlijk het steenbrakje. Maar ook heel veel foto's van honden in actie. He, honden die bezig zijn met hun functie, met hun oorspronkelijke gebruiksdoel. Maar ook allerlei sport- en actiefoto's. Kennis en kunde samen te bundelen in vredesnaam om het ras te behouden voor de toekomst. 9 geweldige rassen waar we echt apentrots op mogen zijn. Als eerste Nederlandse kinoloog het boek ontvangen. De bezieling voor een ras bijzonder belangrijk is. Men geeft heel veel op van cultureel erfgoed. Als ik zeg cultureel erfgoed, dan zijn dat voor Nederland de Nederlandse rassen, de Nederlandse hondenrassen.